Woensdag speelt NEC hier thuis in de Goffert in de KNVB-beker tegen Fortuna. Maar het ging deze week natuurlijk over de wedstrijd van Sparta. De dramatische wedstrijd, kun je wel zeggen, in Rotterdam. NEC verloor met 2-0. Wat doet dat met een trainer? Wat doet dat met een ploeg? Komt de druk erop? Nee, dat valt op zich wel mee. Ik bedoel, ik ben denk ik de eerste die kritisch is op zichzelf. En uiteindelijk snap ik dat als je zo'n wedstrijd speelt, dat mensen niet tevreden zijn. En daar is ook alle reden toe. Hè. Het was gewoon een slechte wedstrijd. En aan ons de taak om morgen een goede wedstrijd te spelen. Nou, uiteindelijk ook gewoon te winnen, want daar gaat het om in de beker. En van daaruit weer richting Go Ahead te werken. En de rest kan ik niet meer bezig zijn. Ja, en dan Matthijs Brandenhorst, de keeper die het vorig seizoen zo goed deed. Maar sinds Sillissen zit hij op de bank. Hij mag in ieder geval woensdagavond wel spelen. Hij staat onder de lat. Wij spraken met hem. Ja, lekker. Dat moet goed voelen, toch weer? Ja, zeker. Zeker. Echt zin in. Echt zin in. In de tussentijd wel 2 oefenwedstrijdjes gespeeld. En dat voelde ook wel weer lekker om gewoon weer een wedstrijd te spelen. Maar nu het weer om het echie gaat, is wel echt heel lekker. Hoe lastig is het voor je om na eigenlijk een goed seizoen vorig jaar, eigenlijk de meeste wedstrijden nu gewoon op de bank te moeten zitten? Is lastig. Ik moet zeggen, vooral op het begin was het echt balen. En omdat vooral op die wedstrijddagen wordt het echt de realiteit dat ik niet meer speel. Dat het voelt alsof ik niet meer nodig ben, zeg maar. En dat is wel lastig. Dat is wel een groot verschil ten opzichte van vorig jaar. Ja, nou komt natuurlijk ook over 4 weken hebben we al winterstop. Het is heel raar als je nu met 17 graden hier nog staat. Ja. Maar dan gaat ook de transferwindow weer open. Mm-hmm. Heb je voor jezelf al bij eruit dat je misschien toch een andere club wil gaan zoeken in de winter? Daar sta ik nog een beetje hetzelfde in als in de eerste transferperiode. Dat het wel de ideale match moet zijn. Ik ga niet zomaar paniek transfer aan. Alles moet wel kloppen. En dat moet voor mijzelf allemaal kloppen. Ook voor mijn vriendin. We moeten er wel samen achter staan wat er gaat gebeuren. En anders dan blijf ik liever in deze omstandigheden nog een half jaar bij NEC. Wie weet wat er nog gebeurt. En dan kan ik aan het eind van het seizoen transfervrij weg. Dus ja. Dat is in principe ook geen hele verkeerde situatie. Ja, en dan kijken we naar Fortuna Sittard. Het is de derde keer in dit kalenderjaar dat NEC daartegen gaat spelen hier thuis in de Goffert. Nog niet wisten ze te winnen. Ze verloren een keer, ze speelden gelijk. Kortom, 3 keer scheepsrecht zou je dan denken. Maar Fortuna Sittard is ook in vorm. Dus het wordt een lastige wedstrijd hier. We praten erover met trainer Rogier Meijer. Klopt wat je zegt, hè? Vorig jaar aan het eind van de competitie verloren of vorig seizoen. Vorige maand denk ik. Ja. 1-1, dus klopt. Derde keer scheepsrecht. Denk je, voorin loopt het gewoon niet? Denk je dat je daar op dit moment gewoon, dat er ook niet meer in zit? Jawel, er zit zeker meer in. En het is te makkelijk om alleen te wijzen naar de spelers voorin. Maar het zou ook betekenen dat de weinig tegengoals die we gehad hebben alleen door de mensen achterin gehaald zijn. Zo zit voetbal niet in elkaar. Dus dat moeten we als team beter doen. Alleen het is wel het feit op dit moment dat onze aanvallers niet overlopen van vertrouwen, denk ik. En ook niet overlopen van doelpunten. Voorin ga ik dan toch dat vertrouwen geven aan die spelers en ze laten spelen? Wisselend, want je kijkt ook naar zondag. En dat klopt, hè. Ik denk dat je zeker als speler vertrouwen nodig hebt. Dus daar kijken we zeker naar, sorry. Maar uiteindelijk heb je ook te maken met fysieke component. Dus de 3 wedstrijden in 1 week. Nou, dat zijn sommige spelers van ons echt niet gewend. Ivan Marques, hoe is daarmee? Goed, alleen die zal morgen niet spelen. En dat is eigenlijk wat ik het verhaal net vertel. We kijken ook uiteraard naar zondag. En nemen met hem geen risico daarin. De ogen zijn nou een keer op jou gericht. Ja. Voel je druk? Gezonde spanning, laat ik het zo zeggen. Ik heb er gewoon heel veel zin in om weer te spelen. En het is wel wat je zegt, het is misschien wel weer eventjes een moment om heel Nederland wakker te schudden en te laten zien dat ik er nog ben. Ja, dus Louis van Gaal die moet gewoon morgen ook gaan kijken. Hè? Die krijgt het nog lastig in de keuze. Wie weet. Tot zover de NEC-update voor vandaag. De wedstrijd
NEC tegen Fortuna Sittard, KNVB-beker. Woensdagavond om 9 uur natuurlijk ook weer live op RN7 op de radio te volgen. En wij zijn er vrijdag weer met de voorbeschouwing voor de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles. Tot dan!